Nou ja, toen Lotte zou vanavond komen, maar ze mag van haar ouders niet meer naar mij toe. Jezus. Ja, dus ik ben hartstikke verdrietig. Ja, ze mag van haar ouders niet naar iedereen komen. Nee. Nou, dat is al. Zijn we weer. Heb je er zin in, Danny? Mooi. Ja, je hebt er meer zin in dan mij. Dan ik. Ik heb net een filmtelefoontje gehad. Nee. Wat is er gebeurd? Relatie uit. Niet? Ja. Doppie? Ja. Ja, en ik was al ziek, maar ik kwam er nog bij. Maar je klinkt ziek. Ja. En wat heb je? Ja, dat weet ik niet. Gewoon, de griep? Gewoon, heb je de griep? Gewoon griep. Maar heeft Doppie je gedumpt? Nee, het is anders gegaan. Kijk, ik ben nu een paar keer bij die ouders geweest. En ik speelde hier altijd wel een beetje mooi toneel. Maar die aan een hekel aan mij. Want, ja, hè? Natuurlijk. Ja, nou ja. Er zijn weinig ouders van meisjes in Nederland die het leuk zou vinden als jij aan de tafel zit, denk ik. Ja, nou ja, zeker hun, want die waren van een hoogte den, hoge klasse. En ik was een of andere Sloeber. Boerenlul. Ja. Een boerenlul uit Klanenbrug. Ja. Tot zover de feiten. Ja. Nu de emoties. Nou ja, toen Lotte zou vanavond komen, maar ze mag van haar ouders niet meer naar mij toe. Jezus. Ja, dus ik ben hartstikke verdrietig. Ja, ze mag van haar ouders niet naar iedereen komen. Nee. Nou, dat is al. Dat... Aan de andere kant moet het ook voor je, toch voor jou lekker voelen dat een kind wordt gecorrigeerd door hun ouders. Ja, een meisje was 18. Ja. Nee, maar, en dus die zegt, ik mag niet komen van mijn ouders, ik kom niet. Nee. En ik kom nooit meer. Nee, ja, nee, zij zei gewoon, zij was verdrietig. Ze belde mij verdrietig op. Ze zegt, ik mag niet komen van mijn vader. En ik zeg, oh, maar dat heeft niks met jou te maken. Ik zeg, het is wel toevallig al de derde keer als je naar mij wil dat je van je vader niet weg mag. Zeker als je de volgende dag vrij bent. Ja. Ja, nee, ja, nee, ja. Nou, toen heb ik een heel boos bericht gestuurd naar die ouders. En toen was Lotte ook boos op mij. En dus zei ik, het heeft ook allemaal geen zin meer. En, Je hebt een boos bericht naar die ouders gestuurd. Ja. Ben je geïnteresseerd in de inhoud? Nee, maar hoe kom je erbij om dat te doen? Wat ben je toch... Nou ja, dat best waarom wat... maak je toch met iedereen altijd ruzie, man? Omdat het, nou ja, goed, smerig machtsmisbruik van een zelf ingenomen ouder. Desondanks gefeliciteerd, ik stop ermee. Ja, nou ja. Dat heb jij gezegd? Ja, aan haar. Aan Doppie? Nee, aan de moeder. Je hebt de moeder nu uitgescholden? Ja. Ja, dat wordt niks meer. Nee. Nou, dus, wil je op date? Danny die heeft wel griep. Maar ja, dat is over een paar dagen weer voorbij. DM hem. DM hem. Ja. Dus je hebt toch wel genoeg nog in je reservebankje zitten, neem ik aan. Ja. Ik krijg nooit DM'tjes. Nee, maar het is nog puur, hè. Het is net van 2 uurtjes terug en dan revancheer mij vanavond weer. Mooi. Ja, want er gebeurde vorige week nogal veel. Daar willen we op terugkomen. Maar dan gaan we naar een blokje. We gaan naar het... Het rectificatieblokje. Rollenpraat, rectificatie. Sorry. Kutter Seafood. Hè? Want het was vorige week het onderwerp van de show. Wat was er nou gebeurd? Nou, het begon met het Van der Valk verhaal. Update daarover. De laatste sommatie is nu gestuurd naar Van der Valk. Dan wordt de civiele zaak. Dus het kan nog wel een half jaar duren voordat we bij de rechter zitten. Dus, wil je met je secretaresse wippen of met de zus van je vrouw? Niet bij Van der Valk doen. Dat is gevaarlijk. Voor hetzelfde geld maken ze foto's en op andere opnames. Ja, nou ja, ja, misschien mag Lotte daar nog met mij in. Laat maar. Het is nog heel vers, hè? Ja, maar dat is dat. En daarop reageerde Robert Kutter. Wie het lid tegen de neus krijgt, bla bla, lekker voor jou dat het is gebeurd. Eigenlijk moet hij een pak rammel krijgen als ik hem tegenkom. Ja, ja, ja. Dat is de vader van Kim Kutter. En wat heb jij over Kim Kutter gezegd? Nou? Ja, vies wijf was, daar kwam het op neer. Nou. Toen hadden we het over Jaap Reesema, haar man, dus zij dus met zijn dikke kinderhoofd. Die heeft een, maar weet je wat Jaap Reesema niet heeft? Hmm. Een nek. Heb je dat wel eens gezien? Ja. Die man heeft zo. Die heeft een nek. Ja. Schotverdomme net enkel Vester uit de Adams Family. Niet te geloven. Heb jij wel een nek? Ik heb wel een nek, ja. Ja, ik heb wel een nek. Die zit natuurlijk verborgen onder heel wat spek. Ja, bij Jaap ook. Nee, Jaap heeft gewoon geen nek. Net een egel. Oké. Okay. Nou ja, goed. En toen ging het over Sander Schimmelpenning. Ook wel een aardige dingen. En toen kwamen we bij Robert Kutter. Hè, de man die mij dan bedreigde. Ja. En toen bleek dat Robert Kutter een
viszaak heeft. Ja, nou. Seafood Palace Kutter. Ja, in Hengelo, toch? En in Oldenzaal. En in Oldenzaal. En toen heb jij verteld dat daar hele smerige vis is. Klopt. Et cetera, et cetera. En toen is er een soort van, ja, er is wat uitgebroken toen. Allereerst kwamen er allerlei negatieve reacties eronder dat de vis vies was en allerlei dingen. Ja, die reviews, die gingen van 5 sterretjes bijna naar 2 sterretjes. Ja. Want nogal wat mensen gaven 1 sterretje en zeiden dat de vis nogal naar batterijen smaakte. Ja. Vind ik helemaal niet leuk als mensen dat doen. Dat moet ik zeggen, toch? Ja, ja, ja. Van die nee, dat heb ik liever niet dat je dat doet. Ja. Ik heb er wel smaak over moeten lachen. Dat mag je zeggen, van hier is. Maar toen reageerde Robert Kutter ook. En die reageerde: beste mensen, na een bewuste aanval om Kutter Seafood in een negatief daglicht te stellen, hebben hackers ons vele negatieve beoordelingen gegeven. Ja. Weet je, je ziet al snel, en zeker van een bepaalde generatie mensen, maar ook gewoon hele domme mensen, dat ze dan vaak zeggen dat iets een hack is door hackers. Nou, hier heeft geen hacker aan gezeten. Je kan gewoon een kutcijfer geven aan het restaurant. Ja. Dan ben je geen hacker, hoor. Nee. Dan zeg je gewoon 1 sterretje, vieze vis. Maar toen kreeg Robert het lid tegen de neus. Want toen werd zijn website daadwerkelijk gehackt. Ja, dat is ook, vind ik ook niet leuk. Moet ik ook zeggen. We hebben even onze advocaat gebeld. Niet die dure, want daar willen we geen contact meer mee. Maar we hebben wel gelachen. We keuren het verschrikkelijk af dat er op Kutter Seafood staat. Kutter Seafood, de enige echte Duracell smaak. 8 weken oud en toch vers. Dat keuren wij af. Wij houden niet van mensen die daadwerkelijk websites hacken. En we willen namelijk tegen meneer Kutter zeggen dat we dat heel erg betreuren. Ja. Edoch, hebben we er verschrikkelijk op moeten lachen. Ja, dat mag wel, toch? Ja, en vervolgens is er een bepaalde actie gaande geweest bij Kutter Seafood. Je kreeg een euro korting op de vis als je in de zaak het bedrijf een goed cijfer gaf. Waardoor het bedrijf onderhand alweer aan een mooie review-beoordeling zit. Ja, en het raar is, al die 1-sterren zijn verdwenen. Die hebben ze eruit weten te halen, wat ik knap vind. Ja. Maar waar staan die reviews dan op als je de slechte cijfers eruit kan halen? Ja, ik weet het niet. Robert Kutter heeft de hoge machten, blijkt. Maar goed, kijk, wij zijn niet haatdragend. Die mensen hebben ook een bedrijf. Zeker. En daarom houden wij van een eerlijke beoordeling. Een 100%. Grapje kan, maar op een gegeven moment moet je ook eerlijk zijn. Ja, laten we wel zijn. Robert Kutter, jij wilde de zoon die ik nooit gewild heb een keer een beuk voor zijn hassen verkopen. Toen werden we wat kwaad. Toen liep het ook wat uit de hand, maar we willen het nu gewoon even eerlijk zijn. Lid tegen de neus zelf gaat. Zeker. Maar het wordt dus tijd dat wij een echte test doen. Want wij riepen maar wat, want we hadden nog nooit een visje van de familie Kutter gehad. En ook niet een kutje van de familie Visser. Ja, ik wel. Ja, ik ook. Maar dat maakt niet uit. We gaan even haring proeven, want we hebben iemand langs gestuurd bij Seafood Kutter. Nou, laten we eens eventjes even een haringje van de familie Kutter proeven. Ik ben blij dat ik Kim niet hoef te proeven. Hartstikke idee. Nou, jij bent een ervaren proever, zeg maar. Zeker, Jans Riefjes kanaal. Fantastisch kanaal. Mooi. Dus, nou, dit is een niet gesneden haring, dus die moet je gewoon even zo aan het staartje pakken, Din. Niet juist vies met 2 handen, dan doe je hem even zo door de uitjes, zo. Zo, en dan doe je hem zo, en dan doe je hem zo achter in je keeltje. Dit kan dopje ook. En dan proef je een echte kutterharing. Nou, ik heet nooit haring, dus je kunt mij ervan vertellen wat je wil. Maar ik weet niet, ik vind het niet lekker, maar ik eet geen haring. Godverdomme, hele bek vol graadje. Is het niet schoon? God. Mijn hele smoel zit vol met graadje. Nou, dat zijn een paar puntjes aftrek, beste Robert. Mijn hele smoel vol graadjes. Die dingen moet je schoonmaken. Nee, het visje was niet lekker. Nee? Ik vond het een mager rotharenkie. Niet vet genoeg, niet zilte genoeg. Het is een beetje hard. Het lijkt wel of je te lang in de koelkast heeft gelegen. Ik vind het een vies visje. Dus in het rectificatieblokje, kutte seafood. Valt niks te rectificeren, het is gewoon niet tevreden, die troep. Nee, Robert, het is niks. Nee, ik ga niet zeggen dat het wel lekker is. Gadverdamme. En er zitten ook allemaal van dingetjes tussen mijn tanden, lijkt wel of ik een oude pruim in mijn mond heb gehad. Lichte verhoging. Dan nog meer slecht nieuws in de liefde. Althans. Godverdikke.
het begon als geweldig nieuws, liefde. Vorige week, groot nieuws. Gordon met een zoenende foto met Jeffrey. Hè, die waren uit elkaar gegaan. Oh ja. En ze zeggen, we geven toch nog een tweede kans. Ed Jeffrey Visser. Liefde poppetjes, allemaal kusfoto's aan het strand. Een minuut later plaatst Jeffrey fake nieuws. Dus dat is wel pijnlijk. Dan zeg je zelf, hè, ik ben weer samen. En iemand anders zegt, nou dan ontkracht ik direct. Gordon haalt de post weg. Nieuwe post. 2 minuten later. Weer met Jeffrey. Maar nu niet kussend. Oh nee, toch niet. Dankzij alle geweldige media. Onmogelijk is het om überhaupt iemand lief te hebben. Omdat je op voorhand al kapot gemaakt wordt. Hebben jullie weer voer voor je armetierige showrubriekjes en ellendige roddelbladen? Hè? Jeffrey de Visser, eeuwig jammer schat, maar ik wens je alle liefde toe. Ja, allemaal leuk en aardig. Maar hier zie je toch het werk van een bipolaire coke junk of wat? Ja, dit is wel heel erg. Nee, maar als er ooit een reden was geweest om hem een bipolaire coke junk te noemen, was het nu wel. Hij gooit zelf dus een foto met zijn ex-vriendje, zoenend op het strand, van we geven het nog een tweede kans. Ja. Dan zegt die Jeffrey, die toyboy van hem, ja, de groeten vriend, ik heb geen zin meer in de gezeik van jou. Dan haalt hij het eraf en dan zegt hij, dus de schuld van de media. Wat hebben de media gedaan dan? Hebben de media die relatie verkloot? Nee, dat, die hem alleen maar omschreven hoe mooi het was iedere keer. Die Gordon, die is net te gek. Die is echt gestoord. Die verzint alles wat los en vast zit, die gozer. Dat heeft er mede mee te maken dat het een bipolaire coke junk is. Maar als jij dus je relatie beëindigt, of die Jeffrey heeft dat gedaan, dat kan allemaal wel. Dan kun je daar toch niet achteraf de media de schuld van geven? Nee, maar dat is zo belangrijk. Voor elke scheet, zoek die eikel, zoek de media op. Hè? Dan heeft hij psoriasis, dan heeft hij suikerziekte, dan heeft hij de vliegende hiv. Dan heeft hij dit, dan heeft hij een vrouw, dan wil hij een kind. En dan wil hij weer een man, en dan heeft hij weer een jongen. En dan wil hij weer een vrouw, en dan heeft hij weer een kind. En voor alles zoekt hij die media, die ongelooflijke zakwassers. En dan gaat het uit met zijn vriendjes, dat is de schuld van de media. Vanwege roddelrubriekjes en roddelbladen en showrubriekjes. Hè? Dus hij heeft een eenmansactie. Hij krijgt het lid op de neus. Meestal heeft hij het lid op de kin, maar nu op de neus. En dan is het achteraf de schuld van die alles en iedereen in de media. Ja. Hoe gek ben je dan? Ja, dan ben je echt. Ja, maar dan ben je echt knettergek. Die man is knettergek. Wat een gestoorde gek is dat. Verschrikkelijk. Overigens, ik heb daar nog wel een leuk verhaal over. Ja, ik weet wat heen gaat, maar ik... Out of the first hand. Klopt. Maar lijkt mij niet... Wat? Omdat ik nu weet hoe het is om liefdesverdriet te hebben, kan ik me enigszins plaatsen in Gordon. Nou, jammer voor jou en voor Gordon. Weet je dat verhaal nog? Wat is er? Nee, ja, nee, ik weet. Kom maar. Ben je zo grieperig? Ja. Weet je het verhaal nog? Dat Gordon was overvallen. Nou, dat weten we allemaal nog. Waarom? Omdat Corrie daar de hele tijd in die vieze media stond. Die media die nu de schuld krijgen, dat uit is met Jeffrey. Huh? Ja, wie? Ja. Jeffrey. Hij was vastgebonden, had zichzelf losgemaakt, liep naakt op straat. Ja, ja. Nou, kan je wat vertellen? Out of the first hand. Dat heeft nooit plaatsgevonden. Hij is nooit overvallen geweest geworden. Zal ik je vertellen wat er gebeurd is? Die jongen van Noord-Afrikaanse afkomst, ook wel Marokkaan genoemd, die was al een uur in zijn huis met Gordon aan het wippen. Ja. En na het wippen, en dat was nogal een, laten we zeggen, een interessant spel, hè, is die Noord-Afrikaanse jongeman met het horloge van de Gordon er van tussen gegaan. Ja. Ja, dat heb ik ook gehoord, ja. En toen is Gordon pas later, terwijl die jongen al lang en breed, denk ik, bij de juwelier zat om dat ding te verpatsen, helemaal gestoond als een kanaal over straat gingen rennen in zijn blote hol dat hij overvallen is. Dus het is, ook dat is in dat brein van hem ontsproten. Het is verzonnen. Hij is niet overvallen. Er is niemand met een pistool binnengekomen. Ja, nou, met een puddingbux. Met een vleesgeweer. Daarmee kwam hij een naffer binnen zetten. Maar meer dan ook niet. En die is op een gegeven moment naar de wipperde wapperde wopski verpleiten gegaan met het klokkie van Gordon.
En pas veel later, toen de jongen al langer weg was, toen ging hij... Ik ben overvallen, ik ben overvallen. En hij heeft het nu nog steeds over zijn trauma. Ja. 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 Ja, ja. Nee, ik ben ziek, Jan. Pak hem op. Ziek. Pak hem maar op. Ziek, liefdesverdriet. Wat gaat er wel goed bij je? Nou, dat... eigenlijk niks. Nee, goed. Evert Zantegoets, dat is die zeiker van de privé. Dat is het roddelweekblad van de Telegraaf. Hij zit ook bij Shownieuws. Ja, die zit ook bij Shownieuws. En het is een zo ontzettende zeur, die oude zeikert. Die had een heel verhaal, hè, over Radio 538. Dat wat wij hebben gedaan met Wilfried Gené, dat niet kan. Hij zei van, ja, dat kan helemaal niet. Want bij ons was altijd de stelregel. Die man heeft dus al 200 jaar een roddelblaadje. Waar alle bullshit over BN'tjes in komt staan. Bij ons was altijd de stelregel, je moet een huwelijk niet kapot maken. Nou, en dat hebben wij gedaan als het gaat over de lady shave. Omdat we vertelden dat die met... Laurien Verstraeten. Lag te wippen voor een huurkortingje. En wie wist daar niks van? Nou, Evert Zantegoed. Ja, en wie wist het wel? Ja, praat. Nee, ik bedoelde meer Lily. Oh, Lily Putty wist het ook niet, nee. Maar waar het om gaat is dus dat zo'n Evert Zantegoets, die zijn cent heeft verdiend de afgelopen eeuw met rolls over BN'ers, nu gaat roepen, ja, wat ze bij Roddelpraat doen, ja, dat kan eigenlijk niet. Nee, dat hebben wij nog nooit gedaan. Nee, want wij houden gezinnen altijd heel. Ja, want dat is helemaal niet wat we willen. We willen namelijk alleen maar leuke dingen zeggen. Flikker toch op, man, hypocriete klojo. Ongelooflijk opportunist. Godverdomme, over de rug van ik weet niet hoeveel mensen heeft die man zijn centen proberen te verdienen. En nu opeens lopen te huilballen. Omdat wij een scoop hebben en hij niet. Want wat zou die... Wat denk je, wat als die natnek dit had geweten? Hè? Dat hij dat niet op de privé had genoemd? Dat hij dat niet bij Shownieuws had genoemd? Wat denk jij? Denk jij, Danny? Jij denkt dat hij jaloers is. Ik denk dat hij jaloers is op ons. En dat begrijp ik wel. Maar ik zal je nog even wat vertellen. Heel verhaal begon hij ook over dat, ja, dat we blij mogen zijn als Wilfried geen rechtszaak aanspant tegen ons en blablabla. Maar ik kan je wat vertellen. Hij werkt bij de privé. Dat is het roddelblad van de Telegraaf. Ik stond ooit op de voorpagina van de Telegraaf. Seksrel. Seksrel stond erbij. Jan Roos ziet sterretjes. Dat kwam via Evert Zantegoed. En nog een paar van die natnekken van de Telegraaf. Een foto van mij met een hoofd en een pruim van een striptease danser op mijn hoofd stotend. En ik weet nog wat, die vrouw had een hele grote klitpiercing. En daar sloeg ze zo mee om mijn kop. En ik had helemaal een deukje in mijn hoofd. Wat? Ja, walgelijk. Ja, ik vond het ook niet leuk. Maar in ieder geval, er was bij Poon toen een tijd werkte daar. Maar tegenwoordig een kut omroep van die walgelijke man. Dominique Weesie. maar er waren striptease-danseressen, want het was een sexy feestje of zo. Dus ik werd op de grond geflikkerd. Dat waren hele ordinaire, dat heb ik wel gehoord. Hele ordinaire feestjes. Er waren seksfeesten waarin jij de hoeren uitnodigde. En dan ging jij met de hoeren ervandoor. Ja, dat is mij verteld. Hoe kwamen die hoeren daar dan? Die werden uitgenodigd door de meisjes van productie, waaronder... Weet je? Vera. Waaronder Vera. Die altijd met Dominique. Die trieerde met Dominique en de vrouw without the lips. Dus dat was het was een soort kinky feest, weet ik veel wat. Maar dat doet er nou toch even niet toe. Ja, waar het om gaat is dat ik dus voor de Telegraaf stond, het blad van Evert Zantegoets. En er stond dus bij... beelden van drie naakte vrouwen die midden op de dansvloer bovenop een gevloerde man zitten. Die gevloerde man was ik. Ik was bezopen, ik werd omvergetrokken, gingen drie danseressen om me zitten. En op dat feest werd ook veel... Ja, ik gebruik geen drugs, dat vind ik zo. Ja, toen wel. Nee. Iedereen gebruikt daar drugs. Nee, ik gebruik helemaal geen drugs, ik heb toen ook geen drugs gebruikt. Eerst vertel je dat ik hoeren aan het bellen ben, dan vertel je dat ik drugs gebruik. Ja, dat heeft Dominique me toen verteld. Ja, Dominique Weesje, nee, dat is een lekkere bron. Nee, toen was ik nog goed met hem. Ik heb dat nog nooit gedaan, joh, mafklapper. Dominique zegt altijd, Jan kon op zo'n feestje niet hebben, die begon te vechten met personeel. Ook niet waar? Dat klopt wel. Nee, dat klopt wel. Met wie jij gevochten dan? Ja, met best wel veel mensen. Met Roel Maaldrik en met Arjan, hè? Zeker. Ja. En wel meer trouwens. Maar in ieder geval met die twee. Ik heb er nog eentje pers gegeven. Ja. Die jongen met het lange haar. Die nu bij 3FM zit. Frank van der Lende? Ja. Oh. Nou, Jan begon al te vechten. Jan ging met hoeren ervan tussen. Dat is niet waar. En Jan die gebruikte drugs. Totaal onwaar. Ik gebruik echt geen drugs. Beelden van drie naakte vrouwen die midden op de dansvloer bovenop een gevloerde man zitten. Dat was ik. Het was onvrijwillig. Als ik denk... Nee, maar mijn serieus, dat was echt onvrijwillig.
Je ziet toch eigenlijk mijn hoofd. En je, als je het filmpje ziet, wat ze hebben uitgezonden bij RTL Boulevard overigens. Maar als je dat filmpje ziet, zie je mij dat ik die wijf aan het wegnieuwen ben. Overigens denk ik dat als een vrouw dit had meegemaakt. Dus dat een vrouw de grond werd geflikkerd lam. En er gingen drie kerels met een lul op de kop staan te slaan. Dat het niet seksrel was, maar MeToo. Verkrachting. Zware aanranding. MeToo. Kind in slachtofferhulp. Afem. Maar goed. Tussen een menigte van juichende opstanders bewegen zij hun blote onderlijven ritmisch langs het kruis en gezicht op de ritme van snoeiharde muziek. Dat klopt. Ze zaten op me, waarvan er eentje inderdaad met die enorme grote piercing om mijn kop te beuken. Was niet lekker, volgende dag migraine gehad. Enfin. Op de beelden maakte Roos, 37 getrouwd en drie kinderen, een versufte indruk. Even een momentje. Ik had toen een bordje gedronken. Dat geef ik eerlijk toe. Maar het had er ook wel enigszins mee te maken dat die vrouw zo omhoog zat te tetteren met dat stuk ijzer. Enfin. Maar dit is diezelfde Santegoets dus, die zegt dat wij over getrouwde Wilfried Gené met kinderen niks mogen zeggen. Precies. Die nu vertelt dat jij vreemd gaat. Nou, dat ik met drie hoeren op mijn neus op een feestje zit. Ja, jij noemt het een aanranding, ik noem het gewoon een feestje voor jou. Klopt. Alleen hier staat 37 getrouwd en drie kinderen. Wat denk je wat voor problemen dat heeft opgeleverd? Ik zou je even vertellen, dat heeft een scheiding opgeleverd, dit Santegoets. En dan zei ik over Lily Putty en de Lady Shave. Dit heeft een scheiding opgeleverd. Nee, en nog drie... Jij ging met je huidige vriendin, dat levert een scheiding op. Zo kan je het ook zien. Maar op dat feest, hè? Was dat mooi zo'n feest? Nee, ik vond het verschrikkelijk. Ja, ik dronk wel te veel. Maar er werd inderdaad wel heel veel drugs gebruikt altijd. Maar ik gebruik oprecht geen drugs. Ook door Dominique? Zeker. Ja, zeker. Maar iedereen gebruikte wel bijna drugs. Maar we hebben Dominique nog nooit beticht van drugsgebruik. Dit is nieuw. We hebben godverdomme trui waar hij op staat met een witte neus. Ja, dat is waar. Maar we hebben nog nooit daadwerkelijk veranderd. Oh nee, ja zeker. Dat is zeker gebeurd. Maar wat gebruikt hij dan? Cocaïne. En overigens hou ik ook niet van prostituees. Want daar ben ik te zuinig voor. Ja, nee, maar daar ben ik te zuinig voor. Hm. Daar ga je toch niet voor betalen? Zeg, godverdomme voor minderij, Danny. Ja. Daar ga ik het toch niet voor betalen? En dan zo'n latex ruftend wijf. Nou, ik hoor ook weer die voor dan mij. Zo... Wat ben je aan het doen? Ja, die moet de glycerine op een doos smeren. Wat is dat? Een prostituee. Denk je dat een prostituee als je binnenkomt denkt van... God, oh, wat een lekkere man. Ik voel het helemaal klotsen tussen mijn benen. Nee, niet dus. Dus wat moet hij doen? Die gaat dus glijmiddel op zich smeren. Ah. Dan loop je toch al naar huis? Dan heb je toch al geen zin meer? Ja, ik ben ja dan loop ik naar huis. Ja, dus daarom ga ik er dus ook ik niet Ik ben heen. Ooit één keer in een bordeel geweest in Spanje. Dat was omdat mijn zusje, die was kwijtgeraakt. Je zusje was kwijtgeraakt. Dus zag je er in een bordeel. Nou, leek mij reed maar even 15 keer. Drie keer bedankt op zijn vries. Wat een lulverhaal. Oh ja, ik ben in een bordeel terechtgekomen. Oh, wat is er gebeurd? Ja, ik was op zoek naar mijn zusje. Nou, ik kan je vertellen, ik heb je zusje wel ontmoet. Maar die wordt niet aangenomen in een bordeel. Nee, dat nee, ja. Dus is toch ook een ondergrens. Heerlijk. Let nou op, we waren op vakantie met mijn vader. Die was toen net gescheiden met mijn moeder. Oh. Ik in Gran Canaria en een vriend van mijn vader en mijn kinderen van hem. Toen was mijn zusje kwijt, mijn vader overal schreeuwend over het park en die kreeg een klein handgemeen daar. En toen zei die vriend, kom Dennis, we gaan weg, we gaan jouw zusje buiten het hotel zoeken. Maar je vader was met zijn nieuwe vriend na de scheiding op vakantie en nam de kinderen mee. Liberaal. Marcelleke, liberaal. En toen hebben we in een bordeel Celine in Gran Canaria, niet in, niet in Lesbos. En we hebben Celine niet gevonden. In dat bordeel. Niet in een bordeel. Nee, ik was samen met Albert, zijn vriend Albert. Oh, ja. Albert? Ja. Hoe gay wil je het hebben? Nee, Albert heeft niet... Albert en Marcelleke, die gingen samen op pad. Ze liepen door het frikant, dat was wat. Dat was oh, Albert en Marcelleke. Albert heeft nou een Braziliaanse vrouw. Ja, precies. Die heette vroeger Bernard. Fortaleza. Ave, je hebt je zus niet gevonden in het bordel. Waar heb je haar uiteindelijk wel gevonden? Mijn vader vond haar aan het zwembad met een andere jongen. Oh, niks meer aan de hand. Nee. Leuk. Goed verhaal. En we gaan door. Ja. Maar, ja, kijk, Albert vindt het niet chic als wij nog praten over Albert. Hoe heet hij ook alweer? Die Albert, man... de vriend van je vader. Nee. Of, er is alweer uit. Nee. Wie? Evert. Zandergoed. Maar wie is Zandergoed? Die ja. vindt het niet goed als wij doorpraten over Wilfried Gené. Nee.
Maar doen we dat wel? Ja. Dan heb ik een scoop. Ja. Scoop! Afgelopen donderdag zat Wilfried Gené in baan op een terras met Celine Huismans. Wat is daar nou een scoop aan? Nee, ja, hey, we gaan verder. Oh, en maar dat is die oude nieuwslezeres van toen hij bij Radio Veronica nog in de middag zat. Toen ik daar nog badjas uitdeelde. Nee, dat was in de ochtend. Nee, in de ochtend deed hij het ook. Ja, dus, nee, dat zei het niet. Zij is niet meegegaan naar de ochtend. Oh, nou, afijn. Celine Huismans zat met Wilfried Gené op het terras. Vind ik trouwens wel een lekker wijf. Ja? Ja. Nou, ik heb wel eens met haar gekust. Niet? Ja. Tonkie kussen? Nee, 3 kussen nadat ze een prijs had gewonnen. Heftig. Ja. Maar goed, Wilfried ging daar helemaal los over Johan Derksen. Niet. Wilfried is woest op Johan Derksen. Niet. Zeker. Want ja, zoals wij al vertelden, Johan bepaalt niet alles. Wilfried heeft niets meer te zeggen. En ja, eigenlijk hebben ze dus ruzie, maar ik snap wel het programma. En Wilfried wil dus nog naar Fireplay, maar krijgt niet die 8 ton aangeboden van Fireplay. Dus hij gaat niet naar Fireplay. Hij moet blijven. Tenzij Fireplay alsnog naar die 8 ton gaat, maar dan gaan ze voorlopig. Un momento, mon jeu. Vorige week was de scoop van jou dat hij naar Fireplay gaat. Ja. Nu is de scoop van jou dat hij niet naar Fireplay gaat. Dat wil hij nog steeds. Hij wil naar Fireplay. Fireplay wil hem. Johan wil van hem af. John de Mol wil. Nou, eigenlijk wil niemand nog. Alleen die 8 ton is too much. Die wil, hij wil minimaal 8 ton, want hij heeft nu 1,2 plus radio. En hij wil minimaal naar 8 ton. Anders ja, komt hij niet. Nog een vraagje. Als hij met Celine Huismans, wat ik best wel lekker wijf vind, nogmaals, app me. Ik had laatst een DM'tje gestuurd, vond ze niet leuk. Had je gestuurd dan? Nou, zij had in haar story, Celine Huismans, dat had ze een soort grapje over een apparaatje waardoor je poes strakker werd. Hmm. En toen had ik haar een DM'tje gestuurd dat ik een apparaatje had waardoor haar poes minder strak zou worden. Snap je hem? Nee. Ik vind hem ook niet leuk, denk ik. Maar jij had het apparaatje willen zijn. Mijn apparaatje. Nou ja, dat is gewoon niet leuk. Nee, dat vond zij ook niet. Ze was boos. Ja, en terecht. Dus ik heb sorry gezegd. Maar goed, die zaten dus met elkaar op het terras. Hoe weet jij wat daar besproken is? Nou. Celine Huismans is dus jouw bron. Nee. Vind ik niet handig. Nee. Oh, die heeft het verteld aan iemand anders? Ja. En die, dat is jouw bron? Want die gebruik ik vaak als bron. Oh. Maar dus Wilfried blijft voorlopig tenzij Fireplay meer wil. Maar die is erg ongelukkig. En iedereen is ongelukkig met Wilfried. Maar Wilfried heeft het ook gehad over de relatie met Lily. Lily Putty? Ja. En? Ze zijn nu in meditatietherapie. Wat? Dat betekent dus dat je met z'n tweeën ergens bent. En dan word je onder een soort van hypnose gebracht. En je mediteert. Ja, dat wou Lily. Dat is van die therapie dat je dan... Ja, je onderbewustzijn, dat soort dingen. Dus je zit niet in relatietherapie nadat Wilfried 2 jaar met... Ja, hoe heet ze ook alweer? Verstraten. Laurien Verstraten. Even liggen wippen, maar dan gaat ze in meditatietherapie. Ja. Wat lekker als je zo'n zweverig wijf hebt. En dan kan je doen en laten wat je wil. Dan zegt ze, nou, ik ben niet blij met je... Maar we gaan even lekker zeewierkoekjes eten. We gaan lekker onder hypnose. We laten ons eventjes helemaal dieper in ons chakraatje kijken. En we gaan het auraatje schoonmaken. En hoppatee, voorbij. Had ook maar zo niks. Ja. Nog steeds getrouwd geweest. Ja. Maar goed, ik wens jou heel veel succes in je meditatietherapie, Wilfried. Tijd voor een scoop. Eindelijk weer een scoop. Ja, maar tijd. Vorige week zag jij al deze foto van Koen. Hè? Koen is lang in rehab geweest. Die is naar het buitenland geweest. Koentje om te genezen van zijn cocaïne. En dat was er behoorlijk aan. En hij heeft het eigenlijk nu alleen nog maar over dat hij clean is. Heel dat mooi. Dat is het bestaansrecht van Koen. Hij was verslaafd. Hij is nu clean. En dat is Koen. Ja, hartstikke leuk. Maar dat lichaam is, lijkt me niet gezond. Ik vind het een ongezond lichaam. Nu ben ik zelf wat te dik, geef ik eerlijk toe. Maar deze man is toch even wat te dun, of niet? Het ziet er wel heel dun uit, hoor. Ja, het is, ik vind het... Nou ja, goed. Ik denk dat hij weinig eet. Nou, ver. En dan kregen we nu ineens een berichtje van een fan. Een zekere Tim stuurde... Ik kwam hem tegen op Bootstock. En wilde met... Wat is Bootstock?
Weet ik veel, dat zal wel een hip feestje zijn. Ja. En wilde met hem een foto maken voor jullie. Aangezien hij strak stond van allerlei soorten drugs. Alleen toen ik de eerste selfie maakte, werd hij boos omdat hij zonder bril met zijn strakke kop op de foto stond. Gelukkig werden zijn vrienden boos op hem en moest hij alsnog een foto maken met mij. Alleen had hij helaas nu wel een bril opgedaan. De afkeerkliniek in Kaapstad heeft onze Koenkadesje niet veel goeds gedaan, zegt hij dus. Nou, zoals verwacht, zit hij dus weer aan de doop. Koenkadesje helemaal aangehoord, helemaal doorgesnoven en in de war. Aangetroffen op Boetstok door iemand van een roddelpraat kijkerservers. Dat zeiden we toch? Je bent altijd junk. Het enige wat je bent is hooguit een afgekikte junk. Het punt is natuurlijk, Koentje is veel te vlug uit die rehab gekomen om weer aan het werk te gaan. Zeiden we ook al. In ieder geval, we hebben nu ook gewoon bewijzen. We hebben nu mensen gehad die het hebben gezien. Koen is weer aan de snuif. Ja. Waarom zou je ook met een zonnebril op naar zo'n feest gaan? Hè? Dat is cool. Ja. Weet ik veel. Maar ja, goed, als jouw ogen alle kanten op staat, ja, dan begrijp ik wel dat je op een gegeven moment een bril opdoet. Maar die jongen is natuurlijk gewoon helemaal van het padje. Die zit zwaarder dan aan de dopage. Dan nog meer dramatiek. Lil Kleine mishandeld en bestolen. En dan gaat het aan over zijn klokje. Petit Philippe. Heb jij nog dat lichtere klokje, jongen? Jij hebt zo'n klokje met zo'n, nou, dat is net een touwtje, zo'n dun bandje, zo'n vrouwenhorloge. Wat is dat ook alweer, dat klokje? Jij bent wel veilig met dat klokje, want als mensen jou ooit willen overvallen, dan weet je dat als je dat ding om hebt, dat je nooit wordt overvallen. Dat is zo'n lelijk ding. Wat is dat voor klokje? Wat is dat voor klokje? Ja, dat is de horloge dat ik van mijn opa heb geërfd. Dat is een gouden Omega. Ja, dat hebben jullie niet waarschijnlijk, dat strontgat waar jij vandaan komt. Daar hebben jullie allemaal tot je 18 een psycho-horloge, wat je bij de plaatselijke kermis uit zo'n bak hebt gegraaid voor een piekie. En daarna gaan jullie een neprollers kopen bij een of andere Gambiaan op vakantie. Maar wij hebben gewoon bij ons in het dorp nette, prachtige horloges. Ja, die heb ik nu niet om. Nee, dat klopt. Nou. Wat een lul, joh. Ja, nee. Je wijfhorloge. Wat wil jij nou van? Godverdomme, met je kogelvrije kuif. Nou, maar ik... Er is maar één wijf hier aan deze tafel en die zit aan die kant. Die is wel weer vrijgezel sinds ik kom, dus... Dames, reageer. Nee, maar wacht even. Het is, wat zei je nou? Een petit petak, hoe heet dat nou? Een petit Philippe. Een petit Philippe, waar zie je dat staan, hoe dit ding heet? Ja, er staat er geen klokje. Ja, maar dat heet, zie je daar, hoe zie je daar een E in? Er staat Patek Philippe. Hoe zie je een petit dan? Waar zie jij dan een E? Een I bedoel jij? Hier staat toch een Patek, Philippe? Niet petit. Hoezo is dat petit dan? Er staat een E. Patek, Philippe. Ja, nou ja. Wat een mooi klokje als jij hebt. Daar liep hij mee rond. Ja, waar eigenlijk? Hij was bij een andere rapper. Ja, dat was een van de release party. Maar dat klokje kost 75 ruggen. Nee, 125. 125? Ruggen. Niet. Ja. 125.000 piek. Ja. Nou, daar is hij van overvallen. Ja, is niet zo raar. Ja, ik zeg het gewoon maar. Het is toch niet zo raar? Ja, want daar liep hij de hele tijd ook mee te shine. Ja, omdat hij dat heel stoer vindt. En het was een heel groot horloge, maar hij heeft natuurlijk ook hele kleine polsjes, laten we wel wezen. Maar je loopt dus de hele tijd met 125.000 euro zo. Ja, dan komt er toch iemand die denkt, die pak ik van zijn pols af. Ja, sorry hoor. Ik ben heel erg tegen overvallen. En tegen diefstal en alles. Maar als jij natuurlijk met... Als jij 125.000 euro aan briefgeld, dat het zo mee rondgelopen. En dat op social media zo doet. En je bent altijd maar die 125.000 euro in je hand hebt. En dan komt er op een gegeven moment een of andere staatsmogol die het van je af probeert te pakken. Ja, dat is toch heel begrijpelijk. Maar, en dat is ook ja, wel, sorry hoor. Maar ik vind het ook persoonlijk wel leuk dat hij een keer een klap krijgt. Dat deelt ze normaal altijd uit. Omdat, ja, maar als een meisje met een fles wijn. Ja. Daar vind ik iets anders. Nou, hij is heel erg geschrokken. Ja. Ja. Hij vindt het heel, heel erg dat het hem... Nee, hij ging nog stoerder ook in dat dat gebeurd was. Ging helemaal, ja, maar dit, dat is zo. En de volgende optreden had er geen horloge meer om. Nee. Ja, dus dan is hij wel bang. Maar, wat kost dat klokje van jou? Mijn Omegaatje? Die van je oma. Opa, joh, klootzak! Liep je oma ook met vrouwenkleding? Ja, ik bedoel, overduidelijk een vrouwenklokje. Nee, dat is dus een herenklokje. Nee. Heb je dat klokje wel eens gezien? Is dat een lelijk ding? Het is een oud klokje. Nee, hij vindt het ook geen mooi klokje. Dus, nee, maar dat... Nee, iedereen heeft wel wat.
Maar goed, Nou ja. Maar hoe kom je nou bij dat het een vrouwenklokje is? Omdat het niet heel groot is. Dat is jouw beperkte brein, hè? Die denkt dan als een mannenklok, dat moet dan heel groot met heel veel knopjes aanzitten. Mijn oma had ook wel zo'n dun klokje, met zo'n heel dun leren blaadje. Zo'n klokje is zo groot als een nagel. En ja. Maar dat is ook niet zo'n klein klokje. Dat is een vrij grote klokje op een klokje. Kun je daar de tijd op zien? Ah, je bent helemaal niet te geloven. Het is niet te geloven. Ik denk dat jij maar wat kost dat ding? Ik denk niet eens dat je hebt leren klok kijken op die school waar jij hebt gezeten, joh. Wat kost zo'n klok? Weet ik veel, die heb ik geërfd van mijn opa, die is dood. Ooit gekeken of het wat waard is? Nee, natuurlijk niet. Hè? Dat heeft toch emotionele waarde? En dat ken je helemaal niet natuurlijk. Nee. Nou ja. Ik heb nog nooit wat... Heb ik wat ooit gekregen van mijn ouders wat ze hadden? Nou ja, rare inteeltoogjes. Ja, oké. Okay. Maar volgens mij geen spulletjes. Nee? Nou, nee. Ook geen talent. Ik heb wel heel... Nee. Nou, nee, laat maar. Wat? Ja, mijn vader en ik deelden hetzelfde scheermes, maar dat is wel... Gadverdamme, zeg. Ik vind die messen zo duur. En als ik dan de speakers bij me, dan scheer ik mij met het mes. Alleen zijn vriendin vindt dat heel vies. Ja, vind je het gek, want die oude kaarsboer scheert er ook zijn bal en zijn reet mee. Ja, ik ook. Gadverdamme. Ze zijn toch vies, wat een vies volk. Dan is het tijd voor de boodschappen. Ja! Een uitstapje en blijf gezellig kijken. Want we zijn bij het... Rara roeren, reclameblokje. Ja, en dan beginnen we met een heugelijke mededeling. Roddelpraat gaat een groot feest organiseren. Hè, nu ben ik stad en land afgegaan naar mooie feestlocaties. Leuk. Ja, om daar uiteindelijk ons feestje te geven. Dat moet ongeveer gaan gebeuren. Wat is nou? Verkouden. Eind januari of begin februari. Yes! Roddelpraatfeest. Roddelpraatfeest, heel groot. En er kunnen maximaal 1000 mensen in. Oh, dat vind ik heel weinig. Ja? Ja, gezien onze achterban wordt dat krokken voor een kaartje. Maar het is dus echt voor de echte fans. Want alleen in eerste instantie kunnen alleen donateurs de kaartjes kopen. Netjes. Ja, dus die bij ons zitten. De diehards. Dicht bij ons, onze familie. Kunnen jullie straks als eerst kaartjes kopen. Maar dan weten jullie dat het feest eraan komt en de kaartverkoop komt eraan. Ja, en de kaartverkoop gaan we dan dus via de mail die ik jullie stuur als die godverdomme aankomt. En dat gaat steeds beter. Ja, heeft iedereen een persoonlijke code om een kaartje te kopen. En het feest gaat waarschijnlijk gevierd worden in Groesbeek. Wat? Groesbeek. Waar is dat? Ja, die hebben ze een heel mooi partycentrum, bekend van de Treffers. Wie? Achilles 29. Waar ligt Groesbeek? Bij Nijmegen. Godsamme kraken, wat een tering in het weg, joh. Ja. Dat is wel niet het midden van het land, dat is het midden van Duitsland zo'n beetje. Nou goed, alles wat geregeld. Hoe wil je daar dan 1000 man heen krijgen? Nou, een heel groot gebouw, heel gezellig, wat heel erg hip. Met optredens van Tukkertje, Maddock, ons, Frederik de Zwetser en nog meer. Weten die dat ook allemaal? Nee, dat komt nog. Oh, waar ik me zorgen om maak is dat er 1000 mannen met elkaar in een feesttent staan. Dus vrouwen, kom ook. Oh ja, dat ook. Maar daarvoor hebben we natuurlijk wel donateurs nodig om zo'n feest te kunnen organiseren. En dan kun je er ook bij zijn. Dus word donateur van dit prachtige programma. En dan krijg je ook wat voor terug. Want iedere week stuurt Jan jou dan een mailtje. Het gaat steeds beter, hè? Oh. Ze komen allemaal aan, toch? Ik doe mijn best. In ieder geval roddelpraat.backme.org. Want omdat jullie donatie doen, zodat we dit programma kunnen maken, zodat we het bestaansrecht hebben, zodat we dit YouTube-kanaal kunnen vullen met onze prachtige uitzendingen, sturen we jullie ook wat terug. Een geste doen we terug. Dat is namelijk dat we een compilation extraordinaire maken van alles wat we over hebben van deze uitzending. Dus dingetjes die we al hebben gemaakt, die sturen we naar jullie toe. Ja, en de meestal onderwerpen die de uitzending niet hebben gehaald, precies, die te ver gaan, als we ons YouTube-kanaal verliezen, zou jammer zijn. Die kunnen jullie dan zien in de mail. En dan kun je naar ons feest. Kom bij ons, zijn wij blij. Jullie blij. Iedereen blij. We hebben geen baan. Gaan we nu naar de echte adverteerders. En we hebben weer een nieuwe SafeSwap. Online. Wat? Ja, SafeSwap.online. Wat is dat? Is een platform dat zich specialiseert op gebied van decentrale blockchain interactie.
Er zijn weinig platforms die zich zowel op geavanceerde technologie focussen en het dusdanig simpel weten te maken voor platformgebruikers. Oh ja. Bij SafeSwap kun je cryptocurrency swappen voor andere cryptocurrencies en daarnaast decentraal rentenieren. Oh ja. Dit wordt te gek. Gaat u naar SafeSwap. Er staan nog heel veel mensen. Ik snap hier maar geen ene reden. Wallet Connect, Trust, Binance Smart, Safe. Kijk op safeswap.online als je denkt, daar kan ik wat mee. Mooi! En, ik weet echt niet wat die mensen verkopen. Wat verkopen die mensen nou? Ja, iets met crypto. Cryptomunten? Zoiets. Kijk je op safeswap.online. Deze mensen gaan niet betalen. Want we kunnen niet echt overbrengen wat ze verkopen. Dus dit is zonde. En dan gaan we nu naar iemand die hopelijk wel een kleine bijdrage wil doen. Het... Een stukken door collectief, het allerbeste collectief van Nederland. Wat kunnen ze dan namelijk? Ze kunnen daar alles. Bijbouw, aanbouw, voorbouw, doorbouw, tussenbouw, alle soorten van bouw. Latex spuiten, stukken. Hoeveel korting op de vierkante meter? 2 euro per m2. Als je zegt dat je van Roddelbart komt, op de offerte min 2 euro per vierkante meter. Dat is natuurlijk een fantastische actie, alleen bij Roddelpraat. En ja, deze mensen zijn niet duur. En daar gaat het ook om. En wil je iets dus aan het huis doen, ga dan naar het Stukendoor Collectief. En wat ze ook heel goed kunnen is bier drinken en Red Label. Zeker. En zijn hele gezellige mensen en aardige mensen. En het is niet duur. En waarom is het niet duur? Omdat ze namelijk hun personeel niet uit Nederland halen, maar uit landen waar mensen tevreden zijn met een ander loontje. Ja, tot Dennis? Zeker. Ze halen mensen uit de slavernij. En dan zijn de mensen... helemaal blij. Precies. En zij ook. En die werken keihard. En hoe heet die website? Stukadoorcollectief.nl. Fantastisch bedrijf met hele aardige mensen, goede medewerkers en prima service. Kost bijna niks. En heb je toch wel weer een mooi nieuw huis. Dan hebt u het helemaal uitgezeden tot het einde. Maar het mooiste moet nog komen. Oh. Vriend van de show. We gaan er weer in. Ik ben blij. En hij heeft heel goed nieuws. We gaan naar Rogier. Ik weet dat jij helemaal klaar bent met die man. Ja, en ik heb er ook helemaal de kracht niet voor. Ik ben ook grieperig. Ja, maar... Ik zeur er alleen niet zo over. Ja, maar kijk, ik heb met je afgesproken. Ik wil best met hem stoppen als er geen nieuws van hem is. Maar er is nieuws. Er is gewoon echt gewoon nieuws. Ja, maar je vindt alles nieuws van die man. Ja, dat klopt. Nou, daar komt hij. We gaan naar Rogier. Leuk! En er is ook... leuk nieuws, want... leuk! De hond... Leuk! De hond... Leuk! Hou je mond. De hond van Rogier, Brownie, is verliefd. Ah, ja. Wat leuk! Is dat leuk? Leuk! En op wie is Brownie verliefd? Op Abby, een golden retriever. Leuk! Maar we kunnen dit wel even gaan vertellen. Rogier Smit heeft een moeilijke tijd achter de rug door zijn scheiding van Frank Jansen. Zeker. Daardoor moest hij op een camping gaan wonen. Yep. Hermes. En, nee, niet in Hermes. Hij moest op een camping gaan wonen in Griekenland. Want? Nee, Friesland. Zie je ook in de snuif tegenwoordig. Hermes, Griekenland. Wat de fuck is aan de hand, denk je? Hij zit op een camping in Griekenland en draagt alleen nog maar Hermes. Tot zover, Dennis Gouden. In een camping op Friesland. In Friesland, met zijn hond Brownie. Hij had wel herpes. Ja, dat zou wel. Maar hij zat daar dus helemaal alleen... en hij heeft zijn leven te danken aan zijn hond, Brownie. Dat zegt hij zelf? Ja. Dus hij zou zelfmoord willen plegen als hij Brownie had gehad. En wat kostte dat volgens Poont? Ja, dat kost heel veel geld. 2,8 miljoen. Maar soms, dat klinkt dramatisch, maar hij heeft mijn leven gered, zegt Rogier. Ach. Nou, dat, sinds 2020 liggen Rogier en Frank in scheiding en dat valt Rogier zwaar. Gelukkig heeft hij zijn trouwe viervoeten Brownie. De chocoladebruine Labrador Retriever is niet van zijn zijde geweken. Die hond is mijn absolute redder. Hij betekent alles voor mij. En dat zegt hij. Ja, als iemand die hond zou willen doodschieten, dan zou ik ervoor spreken. Nou, dus wil je ooit in je leven een hond doodschieten, schiet dan Brownie van, hoe heet die pis neer, van Rogier dood. Dan spreek je ervoor. Ik zou zeggen 2 honden in 1 klap. Ja. Nee. Ja, maar ik denk dat er toch echt wel iemand in de wereld rondloopt die denkt, ik zou wel een keer een hond willen doodschieten. Nee, nou godverdomme Brownie zou ik zeggen. Terug van weg geweest. Dat is lang geweest. Het dier is gewoon ongepast. Ik weet dat het boze mensen zijn. Dit is niet leuk. Oh. Goed. Sorry. Nu zal dat niet snel gebeuren.
Maar hij kan Brownie wel kwijtraken aan iets anders. Toen Gier begin dit jaar door paparazzi werd gevolgd en niet meer naar buiten durfde, gaf hij Brownie mee aan de uitlaatservice. Sindsdien is hij verliefd op Abby, een golden retriever. Dat is dan leuk nieuws. Doe mij nou rotte, joh. Ik vind het vooral mooi dat er een krantje de moeite heeft genomen om hem te interviewen omtrent dat zijn hond verliefd is. Ja. Toch? Maar hoeven wij het er niet over te hebben. Leuk nieuws. Leuk! En dat is ook de algehele samenvatting van deze uitzending. Dames en heren, jongens en meisjes, tantes en moeders en opa's en oma's en honden. Fijn dat jullie erbij waren. We zien jullie heel graag terug bij de extra uitzending. Die wordt opgestuurd door Jan. Op donderdag om 6 uur. Dus hou op met op woensdag mailtjes te sturen waar hij blijft. Donderdag 6 uur. En dan kun je ook komen op ons klotsgekke feest. Nog, we hebben dat feest dan ook hoeren uit die dan op jouw gezicht. Nee, daar hou ik niet van. Oh. Voor mij hoeft het niet. Maar mocht je geen geld vragen en op mijn gezicht willen zitten, mag je ook komen. En bij een vrijgezelle vrouw, ik ben op dit moment neerslachtig en verdrietig. Misschien kun je me komen helpen. DM hem. Bedankt voor het kijken. Tot de extra. We love you. Bye.